Dank u wel, voorzitter. Ja, om verder te gaan op dit thema. We kunnen meteen zaken doen voor iets van 47 huurwoningen, denk ik. Maar... Nou, dat is buiten de orde van deze vergadering. Maar ik wil u best wel een keer een cursusje geven hoe het gaat op de huurmarkt en isolaties. Maar goed, dat terzijde. De energiebelasting is niet het enige wat een schandalige impact heeft op de bestaanszekerheid. En dat is net door de heer Omtzigt goed uitgelegd. Dat is een ongelooflijke verhoging, maar er is nog iets aan de hand. En de heer Paternotte zei daarnet, we zijn geen eiland, maar we waren wel energie-soeverein 10 jaar geleden. Toen het eerste kabinet Rutte kwam, toen waren we energie-neutraal. Wij leverden evenveel energie als wij verbruikten. En dat betekent dat je in grote mate je eigen prijs kunt bepalen. En het gas om te produceren uit Groningen, dat kost 5 cent per kuub. Onze kleine kerncentrale in Borselen levert voor 3 cent per kilowattuur energie. Nou, dat hebben we allemaal afgebroken uit ideologische motieven. We hebben het gasveld in Groningen gestopt, we hebben geen kerncentrales bijgebouwd, we hebben kolencentrales dicht gedaan. En we zijn nu volledig afhankelijk van onder andere de Verenigde Staten voor de import van bijvoorbeeld gas. Realiseert de heer Paternotte zich dat door zijn ideologische keuzes we juist het bestaanszekerheid van die hele middenklasse hebben vernietigd? De heer Paternotte. We hadden inderdaad heel goedkoop gas uit Groningen. Althans, het is goedkoop als je de bestaanszekerheid van de Groningers even niet meerekent. Ik denk dat wij allebei in dat gebied zijn geweest en met mensen hebben gepraat en hebben gehoord wat het betekent als je huis gestut is. Want in de meeste gevallen na een aardbeving, als een huis scheuren heeft, dan denken we hier, oh, dat wordt dan hersteld. Maar wat er voor heel veel Groningers gebeurt, is helemaal niet dat het hersteld wordt, maar dat er net zoveel balken in worden gezet in dat huis, dat als er dan een aardbeving is, dat ze in ieder geval even de tijd hebben om het huis te verlaten voordat het misschien wel instort. Dat is waar heel veel Groningers in leven, in Nederland. Dus had dat gas een lage prijs? Ik denk dat het ook een hele hoge prijs had. De veiligheid van een heel groot deel van de Nederlanders. Dus ik ben heel blij dat we daar vanaf zijn gestapt of aan het stappen zijn volgende maand. Heer Van Hagen. Ja, voorzitter, ik ben niet alleen verhuurder, maar ik ben ook ingenieur. En ik ben ook volgens mij de enige die hier echt daadwerkelijk naar gas heeft geboord in Groningen. En overigens op heel veel plekken verder in de wereld. Het is volstrekt mogelijk om veilig gas te produceren uit het Groninger gasveld. Dat is volkomen mogelijk, technisch mogelijk. Dan moet je gebruik maken van waterinjectie of stikstofinjectie. Dat is mogelijk. En er zit nog 450 miljard kuub in de grond. Nou, volgens mij is het veel meer, want vlak voordat we begonnen met het sluiten van de pitten was het 800 miljard kuub. Maar laten we voor het grove verhaal uitgaan van 500 miljard kuub dat nog in de grond zit. De Groningers die zijn niet gecompenseerd. Ja, dat ligt ook bij dit kabinet. Natuurlijk moeten de Groningers gecompenseerd worden. Maar het is natuurlijk zo dat als je bijna iedere Groninger in het gas, in het winningsgebied, de volswaarde van zijn huis cadeau doet, dan krijg je nog steeds een ongelooflijk surplus dat je kunt winnen op een veilige manier. Dus, komt u tot de vraag even? Nou, de vraag blijft. Het is een ideologische keuze die ertoe heeft geleid dat de bestaanszekerheid onder druk komt doordat wij het aanbod zijn gaan verminderen op alle gebieden van onze energieproductie. En daardoor, naast het verhaal van de heer Omtzigt over de energiebelastingen, daardoor zijn de gasprijzen zo hoog en daardoor is de elektriciteitsprijs zo hoog. En dan kunnen we geld gaan gooien dat we afpakken van mensen die het net iets minder rot hebben en dan 2 miljard naar de allerarmsten gooien. Maar het gaat om de ideologische keuze van D66 en bent u het met me eens dat dat ook anders had gekund? Heer Paternotte, en ik wil even aan de leden vragen, de interrupties komt ook misschien door het zijn, ik word steeds langer. Dus iets compacter zeg ik ook tegen de mensen die naar de heer Van Hagen komen. Heer Paternotte, iets meer tempo gaan we met elkaar maken. Voorzitter, wat die aardbevingen hebben gedaan met de gemeenschap in het aardbevingsgebied in Groningen, dat is echt vernietigend. Dat is echt, het is ook het voorbeeld wat hier bij het debat over het enquêterapport ook langskwam. Dat, nou ja, de een, doordat hij net op een andere plek woonde, die kreeg sloopnieuwbouw, kreeg een nieuw huis. En de ander, die moest het dus doen met het stutten van het huis. En hoe dat een gemeenschap soms ook uit elkaar trok, het is vernietigend. En dat komt omdat mensen, ja, er zijn mensen die natuurlijk overal de wereld kunnen wonen. Er zijn ook mensen die houden van het dorp waar ze wonen, houden van de omgeving. Die daar hun vrienden, familie hebben en die daar veilig willen kunnen wonen. En ik vind dat je daar in Nederland recht op hebt. En u noemt dat ideologie. Ja, het alternatief is natuurlijk dat je zegt, nou ja, het straalt zich uit tot een deel van Drenthe, tot aan de stad. Dan gaan we maar heel veel mensen zeggen, weet u wat, u kunt ook verhuizen. Krijgt u een smak geld mee en dan gaan we dat gebied volledig leegpompen.
Wetende dat we uiteindelijk toch naar een duurzame samenleving moeten waarin we dat gas niet nodig hebben, want die voorraden zijn ooit natuurlijk een keer op. Ik weet zeker dat als je de Groningers vraagt, wilt u voor een smak geld met z'n allen daar weg? Nee. Dan waren er al veel meer mensen daar vertrokken. Dank u wel. Die mensen hebben recht op veiligheid. Dat heeft de overheid te lang verzaakt. En dat is wat mij betreft geen ideologie. En als ik een keuze heb tussen de inschatting van de heer Van Haga, die zegt je kunt het veilig halen, en alle deskundigen, dan zeg ik bij twijfel niet inhalen. Tot slot, heer Van Haga. Ja, tot slot. Ten eerste, dat gas pomp je niet op. Je produceert dat, dus dat terzijde. Wat echt vernietigend is, is dat door deze keuzes er onder andere 25 miljard aan stikstof wordt uitgegeven, 35 miljard aan klimaat, er 500 miljard in de grond blijft zitten, terwijl dat veilig geproduceerd kan worden. En het leven is niet zonder risico's. En natuurlijk, dat hele traantrekkende verhaal over dat je in je dorp veilig moet kunnen zijn, daar ben ik helemaal met D66 eens. Maar je kunt dat op een technisch verantwoorde manier doen. En mijn voorstel zou zijn, laten we dat ook gewoon doen. In plaats van te gaan jammeren over bestaanszekerheid, terwijl we dat er eerst hebben afgenomen. Het is echt precies de verkeerde keuze. In Denemarken hebben ze in 2010 al gezegd, windmolens hebben de toekomst. Ze hebben daar het nationale staatsbedrijf, dat toen nog een kolenboer was, Ørsted, dat ging zich vol richten op windenergie. Langs de kust, een stuk ver in zee, er zijn nu enorm veel windmolenparken en inmiddels dat Deense bedrijf verkoopt ze over de hele wereld. Daar verdienen ze goud geld mee. En het mooie aan windenergie is dat het elke dag weer opnieuw opgewekt wordt, binnenkomt, zonder dat het de omgeving hoeft te vervuilen. Zonder dat je daarvoor CO2 hoeft uit te stoten. Dat is waar we met z'n allen naartoe gaan natuurlijk. En als wij nou op tijd investeren in groene verdienmodellen, dan is de planeet beter af, dan zijn we als land beter af, want we zijn schoner en we verdienen er ook meer geld mee. Dat is de afslag die we moeten nemen. En niet zeggen laten we alle fossiele brandstoffen tot op de laatste druppel benutten. Dan houden we geen planeet meer over.